Ik ga jullie wat vertellen over de geschiedenis van het vuurwapen. En dat zal ik doen aan de hand van het Nederlandse infanteriegeweer. Dus we kijken hoe het geweer zich ontwikkeld heeft vanaf het begin tot aan heden. Vuurwapens verschieten kruit. Dus zonder kruit en zonder munitie heb je geen vuurwapen. Het eerste kruit kwam in Europa in de 14e eeuw en kwam uit China. Daar was het al langer bekend. En waarschijnlijk via Marco Polo of via de zijderoute kwam dat naar Europa toe. En werd kruit gebruikt om kanonnen af te vuren. En de eerste vuurwapens in West-Europa waren grote kanonnen. Bombardes, zoals we die ook in het museum kunnen zien. En die waren met name bestemd in de 13e, 14e eeuw om muren van kastelen en vestingen kapot te schieten. Allengs ging men natuurlijk toe over om ook kleiner wapens te maken voor de gewone soldatenvelden. En ik heb hier een voorbeeld van zo'n vroeg vuurwapen. En het mechanisme is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een holle pijp van ijzer. Aan de bovenkant zit een klein gaatje. Het zogenaamde zundgat. We doen daar wat kruit in. Zwavel, salpeter en houtskool door elkaar gemengd. We doen daar een kogel op van steen of van ijzer of van lood of wat je dan ook hebt. En goed aanstampen. Aan de buitenkant heb je dat zundgaatje. Daar doe je wat kruit in. En met behulp van de gloeiende spaan of een gloeiend lont ontsteek je dat kruit aan de buitenkant. Die ontvlamming die gaat naar binnen toe. Komt bij de kruitlading achter de kogel. Dat kruit dat ontploft. En duwt als het ware de kogel uit de loop. En op die wijze heb je dus een eerste vuurwapen te pakken. Op zich natuurlijk niet erg doelgericht. Ik bedoel, je kunt voorstellen, hiermee kan je niet iemand neerschieten op 100 meter of 200 meter. Maar het gaat natuurlijk om in de late middeleeuwen dat men niet gewend was aan het geluid van explosies. De volgende stap komt als het echte geweer opkomt. Waarmee we bijvoorbeeld tegen de Spanjaarden strijden in de 16e en 17e eeuw. Dat is het zogenaamde lontslotgeweer. In de strijd tegen de Spanjaarden, 1568-1648, vocht het Nederlandse leger met zulke musketten. Zware, logge apparaten. En dit is een replica. We zijn hier in de studiezaal van het depot van het museum. En de echte hebben we in het museum liggen, maar die zijn zo zeldzaam dat we die niet hier in het depot in voorraad hebben. Dus vandaar dat ik het hier laat zien aan de hand van een replica-geweer. Het is het zogenaamd lontslotgeweer. En dat wordt genoemd naar het lont wat hierin zit. Een lont wat genitreerd is in salpeter en wat heel langzaam ontbrandt. En wat een soldaat altijd permanent bij zich moest dragen en altijd gloeiend moest houden. Om het wapen te bedienen werd via de monding van de loop kruid er in de loop gedaan. Kogel er bovenop en met behulp van de laadstok goed aanstampen. Vervolgens werd aan de buitenkant werd de pan gevuld met poeder, met kruid. En om het wapen te ontbranden, bewoog de soldaat aan de trekker het lont richting het zundgat. Het kruit in de pan vat vlam. De vlam slaat in de pan. En via een klein gaatje gaat de vlam naar binnen toe en komt bij de kruitlading achter de kogel. En die duwt weer de kogel eruit en op die wijze kunnen we dus schieten op het slagveld. We kennen verschillende uitdrukkingen ook uit deze periode. Denk aan de vlam slaat in de pan. Lont ruiken. Als je in de verkeerde windrichting staat, dan rook je natuurlijk lont van de vijand. En dan wist je waar de vijand was. En ook bijvoorbeeld zo'n uitdrukking als de plaatpoetsen komt uit deze periode. Want als je op de vlucht sloeg, dan poetste je deze kolfplaat. Die sleepte je achter je aan over de grond en die werd dan gepoetst aan de onderkant. Het is nogal een zwaar geweer, meer dan 5 kilo. Dus vandaar dat die niet vanaf de schouder werd afgevuurd zoals we dat gewend zijn tegenwoordig. Maar dat je daar een speciale stok voor nodig had. De zogenaamde furket. Een vork die plant je in de grond en het geweer dat legt je er bovenop. En op deze wijze kon je je geweer goed bedienen en kon je richting vijand vuren. En op die wijze kon je dus vuur treffen. Het zijn nogal zware en logge dingen, zoals je kunt zien. Dus je kon niet erg goed manoeuvreren in het veld. En we zien dan ook in de loop van de 17e eeuw dat de geweren wat lichter gaan worden. Ik heb hier dit is wel een echt lontslotgeweer. Maar wat later. En je ziet het veel lichter. Dit kun je goed vanaf de schouder afvuren. Dus het wordt nu echt een draagbaar wapen. Wat de soldaat bij zich kan dragen. We zien ook richtmiddelen erop. Aan de achterkant zit een vizier. En aan de voorkant hebben we een korrel. En hier komt bijvoorbeeld de uitdrukking vandaan van iemand op de korrel nemen. Het is deze korrel voor op de loop. Het richtmiddel. In deze hoort ook een lont te zitten. Maar goed, ik heb net het lont laten zien aan de hand van het andere geweer. Maar het werkt precies hetzelfde. Hij is alleen wat lichter qua uitvoering, dus beter draagbaar in het veld.
Er was ook nog een tweede systeem in gebruik vanaf circa 1500. Was het zogenaamde ratslotsysteem. Het ratslotsysteem zou zijn uitgevonden door Leonardo da Vinci. Het systeem werkt eigenlijk net als een moderne aansteker. Het ratslot wordt genoemd naar het rad, het wiel wat je hier aan de bovenkant ziet zitten. En dat rad, dat is ruw aan de bovenkant. En daar zitten allerlei ribbels op. En als we dit wapen willen afvuren, dan pakken we een sleutel. We draaien dat rad een kwart slag, zodat hij onder spanning staat. En op het wiel wordt de haan geplaatst met een stukje pyriet. Pyriet, of zwavelkies, wordt ook wel klatergoud genoemd, zoals je ziet. En nepgoud. Dat is net als vuursteen, alleen het is veel zachter en het gaat fonken als je het ergens langs schraapt. Dus wat gebeurt er nu als je het wapen afvuurt? De haan staat op het wiel. Ik trek aan de trekker. Het wiel gaat een kwartslag draaien en veroorzaakt wrijving, waardoor het pyriet gaat fonken. Die vonken gaan weer naar binnen toe en de kogel gaat weer uit de loop. En op deze wijze hebben we dus ook een ontbranding en kunnen we ook vuren. In principe een veel betrouwbaarder systeem dan het lontslotgeweer. Want je kunt veel beter onder natte omstandigheden bijvoorbeeld schieten. Je kunt voorstellen dat je lont droog houden en je kruid droog houden is lastig bij zo'n lontslotgeweer. Maar dat gaat bij dit systeem veel beter. Het is veel effectiever en veel betrouwbaarder. Maar er is één groot nadeel aan dit systeem. Het is namelijk nogal gecompliceerd om te maken. Als je de binnenkant van zo'n slot ziet, dan zie je dat er nogal wat veren in zitten en dergelijke. En het is nogal kostbaar. Dus vandaar dat die wapens eigenlijk niet of nauwelijks voor militair gebruik werden toegepast. En alleen de officieren en de cavalerie konden zich ratslotwapens veroorloven. De gewone soldaat bleef tot 1700 met lontslotwapens uitgerust. Vanaf ongeveer 1700 gaan we over van het lontslot en het ratslot, die verdwijnen eigenlijk van het toneel. En we gaan over op vuursteenslot, een nieuw systeem wat dan op de markt komt. Het is een systeem wat eigenlijk al meer dan een halve eeuw oud is rond 1700, maar men heeft weinig vertrouwen in de nieuwe techniek. Men vond die oude systemen veel betrouwbaarder en twijfelde heel lang of men wel moest overgaan op dit nieuwe systeem. Dus heel lang hebben die systemen ook naast elkaar bestaan. En ook waren er wapens die hybride waren. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig ook auto's met elektro- en benzinemotoren. En zo had je ook geweren met zowel een ratslot of een lontslot en een vuursteenslot. Zodat je beide systemen naast elkaar kon gebruiken. Maar na 1700, dat dringt echt het vuursteenslot door. En wordt dat het standaard van alle legers in de hele wereld. Het vuursteenslot wordt genoemd naar het vuursteen. Een gesteente wat onder andere in Engeland en in Wallonië heel veel werd gedolven. En wat werd gekapt tot een bruikbare vorm voor het vuurwapen. Dit is een stuk vuursteen zoals dat in een geweer werd geplaatst. En wat doen wij? We hebben hier aan de zijkant een kruidpan, zoals dat ook bij het lontslotgeweer zagen, waar we kruid in doen. We doen het kruidpan dicht als dat gevuld is. We hebben hier een stuk staal wat rechtop staat. En in de haan zit een stuk vuursteen, normaal gesproken. Dat heb ik nu niet gedaan, omdat ik toch niet ga afvuren, want het is een origineel wapen, dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. En als je het wapen dus afvuurt, dan slaat die haan naar voren toe, veroorzaakt vonken langs dat vuurstaal. En de kruid komt tot ontbranding in je kruidpan. De wapens worden nog steeds aan de voorkant geladen, dus je moet voor elk schot pak je patroon. Die zit inmiddels voorverpakt in een stuk papier vanaf de 18e eeuw. Die bijt je kapot. Je stort de lading in de loop en een beetje op de kruidpan. Je duwt de kogel in de loop. En met behulp van de pompstok duw je die erin. En op die wijze kun je dus je geweer laden. Je ziet ook gelijk, als je zo'n geweer laat aan de voorkant, dat je altijd rechtop moet blijven staan. Je kunt dit niet doen als je zit of knielt, dus de soldaat was verplicht om met dit soort wapens rechtop te blijven staan. Wat we zien aan de voorkant van zo'n pompstok, is dat er een klein gaatje in zit. En dat gaatje was bedoeld om er een hulpstuk op te zetten. De zogenaamde varkenstaart. Het kon namelijk wel eens voorkomen dat je kogel in je loop hebt gezet, maar dat hij vast blijft zitten en er niet uit wil. Dus om je kogel eruit te kunnen halen, kon men dus varkenstaart in de stok schroeven en proberen om die lode kogel te pakken en eruit te trekken. De kogel die verschoten werd in deze periode was gewoon een rode, zacht lode ronde bal. Mocht het nou niet lukken om met behulp van de varkenstaart de kogel uit het geweer te halen, dan moest je naar de geweermaker toe en moest je het hele geweer uit elkaar laten halen. Zo
Zoals gezegd, vanaf 1700 komt het vuursteengeweer op en dat blijft heel lang in gebruik tot ongeveer het midden van de 19e eeuw. De wapens hebben allemaal gladde loop, dus er zit geen inrichting aan de binnenkant zoals bij de tegenwoordige wapens. En de kogel die je erin stopt, die is een beetje kleiner dan de loop, want die moet je er immers in kunnen stampen met je pompstok. Dat betekent dat die kogel die eruit komt ook heel onnauwkeurig is, want die is wat kleiner dan de loop en terwijl die door de loop heen gaat, die kogel, slingert hij een beetje door die loop heen en gaat hij niet heel accuraat eruit. Het was al lang bekend dat een kogel veel stabieler is in de vlucht als hij rond zijn middenpunt slingert, de middelpuntvliedende kracht. Alleen met een ronde kogel en een gladde loop werkt dat niet goed. Die kogel slingert uit die loop en is heel onnauwkeurig. Men wist wel dat het mogelijk was om trekken en velden in de loop te maken. We zien hier een voorbeeld daarvan. Je ziet hier spiraalvormige groeven. En die zorgen ervoor dat de kogel in die groeven gaat zitten en rond gaat draaien. En door die ronddraaiende groeven, de trekken en velden, komt de kogel veel stabieler uit zo'n loop en kan je veel nauwkeuriger schieten. Ik heb hier een scherpschuttersgeweer uit de Napoleontijd, rond 1800, een zogenaamde jagersbus. En je ziet aan de voorkant van de loop dat daar trekken en velden in zitten. Je ziet hij is niet meer glad, maar je ziet daar de groeven zitten. Als je nou zo'n wapen wil laden op de normale wijze, wat ik net demonstreerde met papier en een ronde kogel erin, en de kogel is iets kleiner dan de trekken en velden, dan werkt dat niet. Want de kogel blijft natuurlijk rondslingeren. Dus je hebt een kogel die eigenlijk in die trekken en velden komt en nauwkeurig kan schieten. Daarvoor pakte de scherpschutter een kogel die iets groter was dan het kaliber van de loop. Hij plaatste die op de loopmonding en met behulp van de pompstok en een houten hamer werd die kogel erin geramd. Omdat die kogel van zacht lood was, werden die groeven in de loop werden voorgevormd op die kogel. En op die wijze kon de kogel dus nauwkeurig worden afgevuurd. Er waren twee eenheden bij de krijgsmacht die dergelijke scherpschuttersgeweren gebruikten, waarmee men nauwkeurig kon schieten. Dat waren de jagers bij de landmacht. Die moesten tijdens de veldtochten kunnen jagen en vlees kunnen verschalken, dus herten en koeien kunnen neerschieten. En ze moesten ook tijdens patrouilles 's nachts richting de vijandelijk tentenkamp gaan en daar probeerden de officieren van de vijand uit te schakelen. Dat was één eenheid die dit soort wapens had. De andere eenheid waren de mariniers. De mariniers hadden als taak tijdens een zeegevecht boven in de mast te klimmen en van bovenaf naar vijandelijk schip gericht schoten te lossen richting de vijand om daar de officier van de vijand af uit te schakelen. Het maken van zo'n loop is eigenlijk erg kostbaar. Normaal gesproken om een loop te maken in deze vroege periode gebruikte men vaak oude hoefijzers van paarden. Hoefijzers waren in de loop der tijden door de paarden goed aaneengestampt. De moleculen zaten goed dicht op elkaar, dus je had een goede kwaliteit staal om lopen van te maken. Men smolt die hoefijzers om en met behulp van smeedtechnieken werd een loop gevormd. Het was een apart vak en lopensmeden deden ook niks anders tijdens hun leven dan alleen maar lopensmeden en dat was het. Zo'n geweer werd dan ook door meerdere ambachtslieden gemaakt. Je had de lopensmeden die de lopen maakten, je had de lademakers die het houtwerk maakten en je had de slotenmakers die het slotmechanisme maakten. En die drie werden samengebracht tot één wapen. Een gladde loop was al moeilijk om te maken. Laat staan een loop waarin je ook nog trekken en velden moet gaan maken. Dus vandaar dat die scherpschuttersgeweren in de Napoleontijd maar in heel gelimiteerde oplagen werden gemaakt en niet aan iedereen werden gegeven. Bovendien zou het nogal wat zijn, hè? Als je recht op een slagveld staat en staat er al die soldaten met de houten hamer die kogel in die loop te rammen. Dat schiet natuurlijk niet op tijdens een veldslag. Dus de gewone soldaat had dit soort wapens niet, maar die bleef gewoon met een gladde loop uitgerust en bewapend. Er zijn een paar nadelen aan het gebruik van vuursteengeweren. En een van de nadelen voor Nederland is natuurlijk dat wij geen grote vuursteenmijnen hebben. We hebben een paar kleine mijnen in Limburg, maar die zijn bij lange na waren die niet genoeg om het Nederlandse leger te voorzien van munitie. Dat werd allemaal geïmporteerd uit Engeland en België. Daarnaast was het ook een probleem om je kruit droog te houden. Je hebt een pannetje aan de zijkant van het vuursteengeweer en dat werkt niet erg goed met vochtige omstandigheden. Dus vanaf het eind van de 18e eeuw gaat men op zoek naar een opvolger voor dat vuursteenmechanisme, wat wel goed werkt. En de oplossing daarvoor komt uit Schotland.